Binnen het Erasmus MC studeren bijna 5000 studenten. En die doen verschillende opleidingen. De geneeskundestudie is misschien het meest in het oog springend. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een studie klinische technologie, nanobiologie en technische geneeskunde. En waar we natuurlijk mee bezig zijn binnen zo'n Erasmus MC, en dat geldt natuurlijk ook voor ons onderwijs, is dat wij er zijn voor de maatschappij. Voor de individuele patiënt, maar natuurlijk ook voor de bevolking. En daarbij is het ontzettend belangrijk dat we dat aan onze studenten meegeven. En dat komt dus ook naar voren in onze curricula. Wat je ook heel veel ziet, zijn dat er studenten zijn die behalve met hun studie bezig zijn, zoals geneeskunde, dat ze daarnaast ook bezig zijn met maatschappelijke, prachtige onderwerpen. En in deze serie spreek ik met een aantal van deze studenten die vertellen wat ze zijn, wat hun beweegt en waar ze mee bezig zijn. Juliette, leuk dat we hier zitten. Ja. Je studeert geneeskunde hier in Rotterdam. Kun je iets over jezelf vertellen en waar je in je geneeskundestudie zit ongeveer? Ja, ik ben dus Juliette Matthijssen. Ik studeer 6 jaar hier. Ik ben 6 jaar geneeskundestudent. En ik doe momenteel masteronderzoek bij de afdeling ethiek, medische geschiedenis en filosofie van de geneeskunde. Verder veel interesse in maatschappelijke vraagstukken. Daar heb ik me eigenlijk vanaf het begin veel mee bezig gehouden. Omdat ik geloof dat als je ergens een beetje kennis over hebt, dat je de verantwoordelijkheid hebt om daarover uit te spreken. Ja, en omdat gezondheid iets is wat eigenlijk de levens van mensen raakt, des te meer voelde ik mij verantwoordelijk om me daar mee bezig te houden. En zo ben ik ook buiten de studie betrokken geraakt met een aantal onderwerpen. Mooi. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook passend. Je wordt natuurlijk, straks word je arts. Mm-hmm. En waar worden wij natuurlijk met z'n allen arts voor? Dat is natuurlijk om iets voor de maatschappij te kunnen gaan betekenen. Mm-hmm. Of dat nou voor een individuele patiënt is. Of dat nou voor een groter gezelschap is, zoals de hele bevolking. Ja. Hey, en wat doe je dan naast je geneeskunde? Wat is die maatschappelijke topics die jij oppakt naast je studie? Ik ben aanvankelijk begonnen binnen Global Health, 6 jaar geleden. En 3 jaar geleden kwam ik achter het onderwerp de klimaatcrisis. Daar kwam ik achter. En ik realiseerde me bij inlezen dat het de grootste gezondheidscrisis is van onze tijd. En dat het eigenlijk heel veel sociaal ongelijkheden, vraagstukken raakte. Alles waar ik me daarvoor mee bezig hield. Ja. En ik vond dat des te meer rakend, omdat de klimaatopgave vaak met veel moeilijkheid begrepen wordt. Mensen hebben vaak het idee dat ze iets moeten opgeven en het gezondheidsverhaal is daarentegen heel erg tastbaar. Het gaat niet over die ijsbeer op een ijsberg die smelt, maar het gaat over onze levens, over die van mij, jou, die van je kinderen, je naasten, ja, en die van iemand wereldwijd. En daarmee kun je het concreet maken? Wat we hebben? Dus bijvoorbeeld het klimaat, zijn verschillende dingen waar je aan kunt gaan denken. Als gezondheidszorgsysteem hebben wij natuurlijk ook een impact op onze leefomgeving. Ja. Heb je het over duurzaamheid? Daar zouden we iets aan moeten gaan doen. Ja. Maar wat hebben de klimaateffecten voor de bevolking? Dus de temperatuur gaat omhoog. En wat voor effecten gaat dat hebben? Ja, dus de temperatuur gaat omhoog. Daardoor heb je eigenlijk al direct gezondheidseffect. Binnen hittegolven kan je hittestress krijgen, dehydratie, gevolgen op je hart of op je longen. Ja, dus maar zijn dus ook vooral kwetsbare patiënten, dus ouderen of jongeren zelfs. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook de algemene boodschap binnen de klimaatcrisis. Kwetsbare groepen worden het eerste geraakt binnen Nederland, maar ook internationaal zie je dat bepaalde bevolkingsgroepen die het minst hebben bijgedragen aan de crisis harder geraakt worden. En daarnaast, door dat warmere weer, verandert ook de omgeving. En dat heeft ook allemaal impact op gezondheid. Yeah. Voedselcrisis brengt het. Vectorgedragen ziekten worden sneller overgebracht. Yeah. Je krijgt wildfires, overstromingen. Yeah. De effecten van luchtvervuiling worden door het warmere weer versterkt. Yeah. Dus dat zijn eigenlijk heel veel negatieve effecten. Maar daarnaast, als je dan richt op klimaatbeleid, daar zitten heel veel positieve effecten in voor gezondheid. Zoals bijvoorbeeld, als je die luchtvervuiling aanpakt, dan is dat vaak minder uitstoot van CO2-uitstoot, maar ook voor minder uitstoot van stoffen die slecht zijn voor onze luchtwegen. Yeah. Als je meer groentes gaat eten en minder vlees, heb je vaak minder overgewicht, minder diabetes, minder vormen van kanker. Maar dat is ook oplossing nummer 4 tegen het bestrijden van klimaatverandering. Tweesnijdend zwaard. Ja. Hey, en je bent dus internationaal bezig. Ja. Wat doe je op het internationale vlak allemaal in dit belangrijke onderwerp?
Ja, dus ik ben naar in totaal 7 UN en WHO high level meetings geweest. Belangrijkste voor klimaatverandering was de klimaattop. Aanvankelijk ben ik in Madrid geweest, later in Glasgow. En de organisatie met wie ik ging, IFMC, die heeft in 2015 in Parijs dus heeft medegewerkt aan gezondheid in dat akkoord krijgen. En dat is eigenlijk wat we telkens weer proberen te doen. Okay. Gezondheid Mooi. En de dingen die bijdragen aan gezondheid sterker in het akkoord neer te zeggen. Te zorgen dat we die 1,5 graden behalen. Want als we daar overheen gaan, gaan we over een kantelpunt heen. En zorgen dat de lasten van die klimaatcrisis ook eerlijker worden gedeeld. Want dat is uiteindelijk ook een gezondheidsvraagstuk. Zeker. En op nationaal niveau? Ja. Op nationaal niveau heb ik me dus ook bezig gehouden met wat vindt de geneeskundestudent eigenlijk. Dus via de geneeskundestudent heb ik een enquête kunnen neerzetten. En daaruit blijkt ook dat ongeveer 70% van de geneeskundestudenten in Nederland vindt dat de arts een rol heeft. Zowel in het maatschappelijk debat rondom klimaatverandering, maar ook in het verduurzamen van de zorg. Yeah. We zijn een vervuilende sector. Yeah. Dragen 8% bij aan de nationale CO2-voetafdruk. Yeah. En kunnen daarmee ook een voorbeeld zijn in die verduurzaming. Yeah. Ook binnen de klimaatmars het zorgblok georganiseerd. Daar heeft Erasmus MC ook aan meegelopen. Yeah. En ik vond dat ook belangrijk en uniek dat je als zorgsector aangeeft. Dit onderwerp is zo belangrijk dat wij ons een politieke uitstap zetten. En dat wij aangeven dat er sterker beleid op moet komen. En ik hoop dat de zorg dat ook blijft doen en zich daarin inspireert en daar verantwoordelijkheid voor voelt. We maken hem even een beetje kleiner. Dus je creëert heel veel awareness, om maar zo'n goed Nederlands woord te gebruiken, dat het echt een heel belangrijk onderwerp is. Ja. Wat hoop je wat het Erasmus MC daarmee gaat doen? Hè? Ik hoor je eigenlijk twee dingen zeggen. Nou, aan de ene kant natuurlijk de impact die wij zelf hebben als CO2-producent bijna. Nou, daar zijn we druk mee bezig met een duurzaamheidsprogramma. Ja. Maar als je het hebt over het curriculum bijvoorbeeld, of qua onderzoek, wat zou je dan verwachten van een Erasmus MC? Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is om planetary health, dat is de bredere term voor klimaat en gezondheid, dat dat opgenomen wordt in het medisch onderwijs en eigenlijk de andere opleidingen ook. Waarom? Omdat als mensen zich bewust zijn van een vraagstuk, dat ze zich daar kunnen over ontfermen en de kwaliteiten die zij hebben kunnen inzetten om daaraan bij te dragen. Binnen de Erasmus Artsen 2030 ben ik met een paar studenten en Ed van Beek ook bezig om te kijken van hoe kan dat eigenlijk in het curriculum. En het mooie aan dit onderwerp is dat het aan zoveel andere maatschappelijke vraagstukken verweeft. Ik denk dat de valkuil voor de zorg uiteindelijk is dat we alleen ons focussen op die CO2-reductie, wat ontzettend belangrijk is. Zeker. Maar uiteindelijk gaat het ook over biodiversiteit, over gezondheidsongelijkheid, over een sociaal vraagstuk. En dus ook wat is onze verantwoordelijkheid als gezondheidssector hier binnen. En dat is breder dan verduurzaming alleen. Dus ik hoop dat onderwijs dat mee kan nemen. Een bewuste, betrokken arts kan creëren die een aantal zaken kan interrelateren. Het is ook een academisch vraagstuk in die zin. Dat past heel erg mooi natuurlijk in het nieuwe curriculum waar we mee bezig zijn. Waar aan de ene kant we natuurlijk die maatschappelijk relevante onderwerpen willen gaan adresseren. Mm-hmm. Dat we studenten nog meer bewust maken van de maatschappelijke uitdagingen die er zijn. En waar wij als geneeskunde studie een hele belangrijke rol in moeten gaan spelen. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant ook natuurlijk met de samenwerking met de TU Delft. Zeker. En met de universiteit. Want dit kunnen we natuurlijk als gezondheidssector niet alleen gaan scheffen. Ja. Mooi. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, ik ook. Dank u wel. Mooi. Dan vonden we dat allebei. Ja. Dank je wel. Yes.